Ik wil ook een kleine pony. Ja. Hey allemaal, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Voor vandaag heb ik Isabeau even geleend, want ik ga het vandaag met je hebben over het wassen als je geen stromend water hebt. Want niet iedereen heeft natuurlijk de beschikking tot stromend water. En vooral in de winter, als je het wel hebt, dan kan je bijvoorbeeld, kan het zijn dat je alleen koud water hebt. En dat is natuurlijk ook niet zo prettig voor je paard. En nou ja, dat is ook even een reden dat ik Isa heb geleend, want die was ooit wit. En nee, grapjes. Zo ga ik dus samen met Isa laten zien hoe je je paard kunt wassen zonder dat je dus stromend water gebruikt. En ik heb daar een aantal middeltjes voor en ik zal vast de eerste aan je laten zien. Voor deze eerste methode gebruik ik een emmer met lauwwarm water. Kan ook met koud, maar ik denk lauwwarm is wel lekker voor Isa. En ik heb deze NAF Warming Wash. En dit is dus shampoo, een soort droog shampoo eigenlijk. Die kun je dus gebruiken zonder dat je het uit moet spoelen. Dus dit doe je in een emmer met 5 liter water, een beetje shampoo met spons. En dan hoef je er eigenlijk alleen maar af te nemen met een zweetmes. En dan hoef je niet uit te spoelen. Dus dat is een soort droog shampoo eigenlijk. En laat ik nou zelf echt heel groot fan zijn van droog shampoo. Dus ik hoop dat het bij Isa ook werkt. Dus ik heb hier emmer met water en daar doe ik een scheut shampoo in. Kijk hoeveel moet er eigenlijk in. Een scheutje, nou, zo. Vermengen. En dan ga ik met de sponsor gewoon proberen ze schoon te maken. Is niet eng. Is leuk. Het schuimt trouwens niet heel erg hoor, maar dat klopt. Dat hoort ook zo. En dit is natuurlijk ideaal in de winter als je geen warm water tot je beschikking hebt. Of bijvoorbeeld niet de tijd om je paard heel lang te laten drogen als hij daarna zeiknat is. Maar het is bijvoorbeeld ook handig voor op wedstrijd of zo. Dan kan je paard als hij heel erg heeft gezweet of een vlek heeft, kan je hem gewoon even gauw zo insoppen, afnemen en klaar eigenlijk. Nou, het voordeel is echt dat ze niet heel nat wordt. De grond wordt ook niet heel nat, dus je kan het eigenlijk, je kan het zelfs in je stal doen. En ik heb het idee dat ze al wat schoner wordt. Maar we gaan het straks zien. Als we het helemaal gaan afnemen. Gelijk een verhaartreatment zoals je ziet. Allemaal van jou, Is. Ja, die zijn witte haren. Nou, ik heb deze helft van Isa nu helemaal ingezeept en ik merk echt dat vlekken eraf gaan. Dat ik, sommige plekken moet ik iets harder boenen, maar ik zie wel gelijk dat ze al wat witter wordt. En ze vindt het ook gewoon lekker dat ik een beetje met spons loop te boenen en volgens mij vindt ze het zo een beetje te genieten. Hé, popje? Oh, ik ga lelijk doen. Ben je er klaar mee? Dus ik ga nu even afnemen met zweetmes om het ergste water eraf te halen. Dat doe ik die ook ergens hier. Nou, er komt eigenlijk amper water van af. Het voordeel is ook dat deze formule dus helemaal niet echt schuimt. Oh, wacht, hier komt wel echt bruin water van af. Oh. Kijk, je ziet wel echt dat er vuil water van afkomt. Dus volgens mij heeft het zijn werk wel gedaan. Nou, verder. Oh, en heel veel haren. Oh ja, hier ook. Ik heb deze helft nu dus met de warm wash gedaan vanaf. Die heb ik afgenomen. En ik ga nu de andere helft doen met wat anders. Dus dan kan deze helft even drogen. En dan kunnen we straks zien hoe schoon ze eruit is gekomen. De andere helft gebruik ik deze Green Spot Remove van Cowboy Magic. En die is eigenlijk echt voor grasvlekken. Maar je kan hem ook echt voor bruine vlekken en dat soort dingen gebruiken. Dus deze ga ik insprayen, inmasseren en dan afnemen met een vochtige handdoek. Ik merk wel gelijk met één spreetje dat er echt al wat, best wel veel uitkomt. En shampoo-achtig. Doe het wel voorzichtig, want ze vindt het een beetje raar wat ik allemaal aan het doen ben. Ik merk wel echt dat dit spul wel bedoeld is om echt een vlek aan te pakken. Niet om je hele paard te wassen, want dan ben je wel echt heel lang bezig. Nou, je kan het misschien ook wel inmasseren met een borstel of een spons, maar ik dacht, doe het gewoon even lekker mijn vingers, omdat ze het toch wel een beetje spannend vindt.
Wacht, ik heb een beter idee. Bedenk me opeens dat ik natuurlijk deze poetshandschoenen van Le Mieux Perfect kan gebruiken. Dat zijn massagehandschoenen. En die zijn dus ook geschikt voor het wassen. En Isa is ook al gaan het verharen. Dus dan sla ik gewoon heel veel vliegen in één klap. Dus ik ga het mooi even met deze doen. Voor mij werkt het ook echt 10 keer zo snel. Ja, kijk. Ik kan ook gelijk veel grotere stukken. Oh, die haren. Dat is echt niet normaal. Oh, het wordt natuurlijk ook nog een beetje nat. Dat gaat er wel makkelijk uit. Zo, dit is wel gelijk een hele workout voor je armen ook. Ik ben er helemaal warm van. Maar ik merk wel dat het al wat doet. Van deze kant. Oh, hier is het helemaal geel. Zo. En zo ziet het er dan uit. Zo, ik heb de spray, de remover helemaal in laten trekken. Dus ik ga nu even een handdoek vochtig maken en dan ga ik haar daarmee afnemen. Zo, en ik heb hier een natte handdoek en dan ga ik haar afnemen. En dat zou voldoende moeten zijn. Ze ruikt helemaal lekker nu. Echt zo'n dat typische Cowboy Magic luchtje. Nou, ik laat u nu heel even drogen en dan kunnen we straks even poetsen en dan kijken we wat het eindresultaat is. Even het dekentje omdoen. Oh, ik sta van mijn hoofd. Voor het laatste stukje heb ik Serena even voor stal gehaald, want Isa staat even te drogen met het dekentje op. En dit spul is namelijk voor witte voeten. In dit potje van NAF zit poeder en die kan je op 2 manieren gebruiken. Je kan hem namelijk nat maken en een soort pasta van maken en dat kan je dan de avond van tevoren op de benen doen en dan wordt het heel wit. Maar je kan het dus ook last minute gebruiken voor SOS witte voeten nood. En dan gebruik je dus een natte handdoek of een natte borstel en die dop je in het poeder. Dat ga ik nu gelijk even laten zien. En die smeer je dan over de voetjes heen. Zo. Kijk, je ziet het al gelijk wit te worden. Dat is wel leuk. Dan laat je het heel even intrekken en dan borstel je gewoon het overtollige poeder eraf. Voor instant witte voetjes. Het lijkt alsof ik het verf, joh. Zo. Nou, ik doe bij Serena alleen even de voorvoetjes. Even om het effect te laten zien. Zo. Je bent braaf. Mijn koekje. Zo, dit is echt laag trouwens. Ik ben natuurlijk Apollo gewend, die is iets groter. Dit is trouwens de buurvrouw van Apollo, dus dat is wel echt heel lief. Nou, het heeft nu even ingetrokken, dus ik ga nu het overtollige eraf borstelen. Nou, je ziet het echt alweer wit te worden. Dus dat werkt goed. En bij dit been zie je het heel duidelijk. Hier heb ik het poeder gebruikt en dit is de eigen kleur, zeg maar, van de been. Dus ja, dat werkt wel echt heel goed. En ik denk als je inderdaad de avond van tevoren, zeg maar, die pasta maakt, en dan is het dat ze helemaal spierwit worden. En ja, het is vooral handig als je bijvoorbeeld op wedstrijd gaat en je komt erachter dat je paard net een vlekje op zijn been heeft, dat je het even kan wegpoetsen. Dus ja, dat is werkt goed. Dus ook weer zonder... Nou, je hebt een heel klein beetje water nodig, alleen om een handdoek of een borstel nat te maken, maar verder geen stroom met water of iets. En toch witte voetjes. Hey. Zo'n leuke kleine poen, dan kun je gewoon helemaal omheen knuffelen. Want die grote is altijd wat lastiger. Ja, dan kunnen we zo... Zo, ik heb Isa even buiten gezet, want dan kunnen we goed het verschil zien. En ze is redelijk droog, dus ik ga haar nu even borstelen. En dit was de kant, moet ik even denken, deze had ik met de NAF was gedaan. Dus met die emmer en de spoons. Ja, ze is nog niet heel wit, maar ik zie wel echt het verschil. Vooral hier op haar hals, hier wordt ze wel echt wit.
Ik denk als we echt met warm water wassen en met een goede echt shampoo echt inzepen, dat ze dan wel echt nog witter wordt. Maar zoals oplossing voor in de winter, als je bijvoorbeeld geen warm water hebt of gewoon even snel wil wassen, dan ja, werkt het eigenlijk best wel goed, vind ik. Ja, hè? Voor de andere kant, die wat ik met de Cowboy Magic Spray. En hier is wel iets minder wit, vind ik. En dat komt ook omdat die spray is echt bedoeld voor vlekken. Dus niet echt om je hele paard mee te wassen. Want ja, dat is gewoon veel lastiger. Maar toch, even kijken hoor, hoe is het echt? Vooral hier had ik heel erg mijn best gedaan. En je ziet wel echt wat vlekken nog, maar ook wel echt hele witte stukken. Dus ik denk dat er gewoon de plekken waar ik goed gemasseerd heb, een stuk schoner zijn geworden. Nou, zoals je ziet heb ik voor het wassen van je paard echt niet nodig. Ook met andere middelen, zoals ik heb laten zien, met een emmer alleen. En kom je al een heel eind, dan worden ze echt wel aardig schoon. En ik hoop dat je het een leuke video vond. En zo ja, doe even een duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren. En dan zie ik je heel graag weer de volgende keer. Doei!